Hallo iedereen, ik ga jullie in het eerste filmpje laten zien hoe je het programma Audacity moet downloaden. Daarvoor ga je gewoon naar internet en ga je zoeken naar Audacity. Dan ga je klikken op de eerste link, audacityteam.org. Je kan bovenaan dan klikken op download. En dan hangt het ervan af, heb je een Windows of een Mac waar je op moet gaan klikken. Dan kan je een beetje naar onderen gaan en dan zie je hier staan Audacity 2.3.3 Installer. Daar kan je ook gewoon op klikken. En dan moet je een beetje naar onder scrollen en dan kan je hier gewoon downloaden. Dit voor Windows en hier voor Mac. Ik heb een Windows, dus ik ga daarop moeten klikken. Dan zie je dat het programma zich meteen begint te downloaden. Zo. Wanneer je erop klikt, ga je gewoon heel even moeten wachten voor het installatievenster gaat openen. Zo, je kan kiezen in welke taal je het instelt. Voor mij zal het gewoon Nederlands blijven. En dan ga je gewoon alle stapjes moeten doorlopen en continu op volgende, accepteren en zo verder enzovoort moeten klikken. Ik heb het programma al geïnstalleerd, dus ik kan nu niet verder meer gaan. Maar het zijn gewoon hele simpele stapjes waarbij je altijd op volgende moet klikken. Veel succes!